Goedemorgen traders, dit is de marktanalyse van vrijdag 19 april. Het is Goede Vrijdag, het is nu 20 over 8 in de ochtend. En zoals jullie weten is de beurs vandaag dicht. En dat geeft ons kans om even rustig naar de markt te kijken. En dat is voorlopig ook even voor de laatste keer. Dat wil zeggen voor de komende 2 weken, dan ben ik op vakantie. En de eerstvolgende vlog zal daarna rond een 7, 8 mei weer verschijnen. Dus de komende 2 weken even geen vlog en dan rond 7, 8 mei de volgende bijdrage weer. Goed, we gaan kijken naar de Dow. Links zien jullie de dag en rechts zien jullie de week. En de analyse van vorige week was eigenlijk vrij duidelijk. We hebben hier zeg maar deze trading range tussen, nou zeg maar, begin maart, en die werd uitgebroken begin april. Die werd dus verlaten opwaarts. Die hebben we hier nog een keer getest als steunniveau. En dat is eigenlijk een soort gouden regel. Uitbraken gelden vervolgens als potentiële steun. Dus je ziet hier die uitbraak boven die vorige toppen. En dat is een heel mooi steunniveau hier, zoals je kunt zien. En we hebben gezegd, nou, in principe kan die markt gewoon nog hoger. En wat is dan het koersdoel? Dan moeten we even naar de linkergrafiek. Pardon, naar de rechtergrafiek. Dat is in de week. Dat zijn eigenlijk nieuwe all-time highs. Nou, hier zien we die zware weerstand. Zeg maar rond de cluster van die raakvlakken. En we zitten daar, nou, niet zo heel veel vanaf. Het is nog een klein 1% ongeveer. Nou, gaat hij het halen? Nou, dat lijkt mij op zich wel vrij waarschijnlijk. Maar de vraag is natuurlijk niet, gaat hij het halen, maar wat gebeurt daarna? Gaan wij dus daarna uitbreken? En even zeg maar zo zouden zien, is dit dan één grote correctie geweest en we gaan nu gewoon uitbreken en je krijgt nu gewoon een nieuwe super bull market? Of gaan wij in koers weer flink terug? Nou, of bijvoorbeeld gaan wij terug in deze zone, zeg maar, tot 25.300, om daar, zeg maar, de bodemen en dan een nieuwe aanloop te nemen. Nou, allemaal vragen die, dat weet ik ook niet. Dat hoef ik ook niet te weten, want als trader kijk je eigenlijk naar de signalen die de markt je geeft en aan de hand daarvan werk je met een aantal focusscenario's. Maar we kunnen wel een soort de scenario's gaan ontwikkelen en dan kijken of de markt zich volgens een van die scenario's gaat gedragen. Kijk, op het moment dat je hier gaat kijken naar die all-time highs, zeg maar rond die 26.800, en de vraag is, breek je daar doorheen? Dan moet je eigenlijk nu afvragen, op het moment dat de markt hier aanbeland is, waar komt die vandaan? Nou, hij komt hier van de 21.600, zelfs nog lager. Dus die markt is behoorlijk gestegen. Ik denk dat dat een ander statement is. Ik kan mij dus niet voorstellen dat de markt in deze beweging in één ruk uitbreekt. Het is wel zo dat wij hier, zeg maar, een kleine pauze hebben gehad na die eerste stijging. Dus de markt is hier weer even op adem gekomen. Maar de meest kansrijke uitbraken, die zie je als het een zogenaamde build-up is. Wat is een build-up? Een build-up is eigenlijk het opbouwen van kracht. Dat zie je eigenlijk hier links heel mooi terug. Kijk, hier zie je ook een bepaalde stijging. Vervolgens zie je hier een consolidatie. Dus we zien hier een soort build-up. We zien hier het verzamelen van nieuwe kracht om die top uit te nemen. Nou, je zou kunnen zeggen, dat heb je hier ook, een soort build-up. Alleen ik denk dat dit nog te klein is om deze enorme weerstand hier uit te nemen. En we moeten natuurlijk ook naar de cyclus kijken. Dit is de weekgrafiek, dus we kijken naar de weekcyclus en we tellen hier dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de 16e bar op dit moment. Nou, 16e bar, dat betekent dus bij een gemiddelde van 20, hoe groot is de kans? Nou, dat je op zeg maar 80% van de cyclus duurzaam boven deze highs uitbreekt. Nou, ik denk dat dat gemiddeld genomen, dat die kans uitermate klein is.
Dus het zou kunnen zijn dat we misschien even een kleine spike erboven krijgen als dat gaat gebeuren. Maar ik kan me niet voorstellen dat wij dus duurzaam boven deze weerstand gaan uitbreken. Nou, dus daar liggen kansen mogelijk voor een beperkte short trade, voor swing traders, op het moment dat we hier op dit niveau zeg maar gaan afketsen en dan in die correctie van deze weekcyclus terechtkomen. Nou, maar voordat je nou meteen blind short gaat, dat betekent ook dat wij uiteraard op dagbasis links een duidelijk signaal moeten hebben dat dat ook het geval is. Met andere woorden, dat de correctie op weekbasis gaat worden ingezet. En dat zien we op dit moment niet. We zijn gisteren op het hoogste niveau gesloten van die hele stijging. Ook deze cyclus oogt dus hele bullish. Wat is dus nu minimaal nodig voor een idee dat we met topvorming bezig zijn? Een duidelijk slot, een solide rode candle onder zeg maar dit niveau, onder 26.350, 400. Bij voorkeur zelfs onder 26.150, onder dit uitbraakniveau eigenlijk. Op het moment dat dat het geval is, dan mag je eens aan denken aan duidelijke topvorming, dan mag je eens aan denken dat de top van de weekcyclus mogelijk gezet is. Dus we willen eigenlijk een bewijs van een forse reversal. Topvorming gebeurt namelijk op verschillende manieren. Een van die manieren is een forse reversal. Dat wil zeggen dat we vanaf deze top, vanaf dit niveau moet ik beter zeggen, een duidelijk solide rode candle krijgen die dan de top markeert. Dat is één optie. Een andere optie is een fail break. Dat zien we bijvoorbeeld hier. Kijk, bij deze weektop, hier zie je een linkertop. We zien hier een fail break, dus een uitbraakpoging die faalt. Een andere optie is een lagere top. En er zijn nog wat andere varianten. Maar het punt is, op dit moment is er geen enkele variant zichtbaar. Met andere woorden, het heeft nu geen zin om te anticiperen om hier short te gaan tegen die weerstand. We moeten eerst een signaal krijgen dat de markt inderdaad hier afketst. Maar die vraag of de markt in staat is om hier uit te breken, ik denk dat de kans vrij groot is. En dan denk ik dat 70% of meer dat de markt hier rond dit niveau, al dan niet met een misschien een korte uitschieter daarboven, dat we daar dan toch een top in gaan zetten en dat we dan voor een aantal weken terugvallen om dan die weekcyclusbodem hier te gaan zetten. Dus om nou vanaf dit niveau naar bullish te worden, dat gaat me duidelijk te ver. Dus met andere woorden, longposities zou ik zeker handhaven met een stop op close basis, zeg maar onder die 23.000 of 26.350. En bij short moet je denken om eens te gaan kijken als we onder de 26.150 gaan sluiten. Nou, laten we ook eens even kijken naar de andere beurs, de Nasdaq. Kijk, die heeft, die laat een vergelijkbare ontwikkeling zien. Ook hier een hele sterke cyclus. Die dagcyclus telt nu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 of 17 bars. Ook die, zeg maar, die is behoorlijk krachtig. Je ziet eigenlijk elke cyclus hier, elke dagcyclus is heel krachtig. De top komt pas aan het einde. Maar we tellen hier 17 bars. Dus de kans lijkt mij dat we volgende week een stapje terug doen. Lijkt mij groter dan dat we vanaf dit niveau ook hier weer gaan uitbreken. Ook hier zie je dat de Nasdaq komt van heel ver. Is zowat bijna 2000 punten gestegen. Dat is echt behoorlijk veel in dat korte tijdbestek. Hoe groot is de kans dat die na deze enorme rally, waarbij we hier slechts één week van consolidatie zagen, bij de Dow zag je tenminste nog een paar weken, hoe groot is de kans, denk je, dat we hier in één ruk boven deze top uitbreken? Ik denk dat die kans vrij klein is. Dus ook hier behoeft het uiteindelijk of een correctie in prijs, bijvoorbeeld terug naar 7200, dat zou een heel mooi niveau zijn. Dan wel een correctie in tijd,
Dat betekent dus een soort trailing range, waardoor we dus hier dan weer in die bodemfase terechtkomen van die cyclus. Voordat wij voordat we een poging kunnen doen om uit te breken. Nou, en misschien zien we ook wel dat dit zo'n dubbele top is en dat we daarna weer een grote correctie inzetten. Dat weet niemand. Ik wil alleen maar zeggen, op dit moment bullish worden, ik denk dat dat een onverstandige keuze is. Net zo onverstandig overigens om nu te gaan speculeren op een daling. Laat de markt gewoon even bewijzen dat we hier afketsen. Want als we inderdaad hier afketsen, als hier verkopers komen op het grotere schaal, dan zien we het terug in de dag. En dan zie je bijvoorbeeld dit soort bars. Dan zie je dit soort bear 180's. Dus een solide groene met een solide rode. En die zien we dan hier in deze zone. Kijk, en dan hebben we een duidelijk signaal dat de markt hier inderdaad tegen stevige weerstand oploopt. En dan heb je ook referentiepunten waar je je stop kunt leggen. Over referentie gesproken, dit wil ik jullie nog even laten zien. Dit is de Russell 2000. De Russell Future, dat is zeg maar de, je zou kunnen zeggen, de small cap index van de 2000 Amerikaanse fondsen. En je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk de beurs. De Dow is niet de beurs, dat zijn de grootste 30 fondsen. De Nasdaq, dat zijn de grote jongens, de Facebook, de Google, de Apple, Intel en dergelijke, Nvidia, Twitter, dat soort fondsen. Maar dit is de beurs, dit is de brede markt. Nou, kijk eens even waar we hier staan. Dit is de all-time high geweest, eind vorig jaar, of in het najaar. Dit is die enorme daling geweest. Ook hier zijn we behoorlijk hersteld, maar we zijn zeg maar nu, nou wat is het, 65% hersteld van die daling. En interessant genoeg, kijk waar we in de Dow en in de Nasdaq een hele korte correctie zagen en nieuwe highs, hè, daar zien we eigenlijk in de Nasdaq, of pardon, in de Russell, dat hij niet in staat is om boven die top van eind februari uit te breken. Kijk, en dat zie je hier heel mooi in de dag. We zien dus dat deze dagcycli per saldo hier weerstand ondervinden. En de vraag is hier, bijvoorbeeld al een weekcyclusbodem gezet? Nou, als we even gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nou, dat lijkt mij van niet. Dus ja, het is denk ik vrij aannemelijk dat we hier uiteindelijk ook die daling van de weekcyclusbodem gaan inzetten. En als je dan bedenkt dat dit de brede markt is en dat de brede markt blijkbaar een stuk minder bullish is, dan leidt het mij ook waarschijnlijk dat de Dow en de Nasdaq niet in staat zijn om een ene keer uit te breken boven die all-time highs. Dus dat zijn dingen waar ik naar kijk, waardoor ik ook tot dit scenario in principe kom. Maar zoals ik zei, wacht eerst even met eventueel short gaan, totdat je daadwerkelijk ziet dat de markt ook rond die all-time highs duidelijk gaat afketsen. Nou, goed. Dus de Amerikaanse markt hebben we besproken. Dan gaan we even naar de DAX kijken. We zien hier links de daggrafiek. Nou, de DAX heeft behoorlijke performance laten zien. Is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, relatief ten opzichte van Dow behoorlijk aan het inlopen. Natuurlijk bij lange na nog geen nieuwe all-time highs, maar de laatste weken maakt hij heel veel terrein goed. En we zien hier dat deze dagcyclus ook behoorlijk krachtig is. Als we hier gaan tellen, dan zitten we nu ook zo'n beetje aan het einde van de dagcyclus. Dat betekent, ik denk dat de kans dat we volgende week in een soort consolidatie of correctie komen, dat die relatief groot is. Omdat eigenlijk alle dagcycli van de Amerikaanse en ook de Duitse beurs bovenin staan qua telling en ook qua indicatoren. Hier zie je heel duidelijk mooi dat M-patroon van die korte double stochastics, dus die mid-cycle low. Dus ik denk dat de kans vrij groot is dat we hier wat kunnen consolideren. En we hebben inderdaad nu ook, we zitten dichtbij dat volgende koersloop wat ik had aangegeven, rond die 12.400, zijn er nog een kleine 100 punten van verwijderd. Maar ook hier geldt, als je short gaat,
dan ga je eigenlijk alleen maar short omdat je denkt, oh, het is al zo hard gestegen, hij kan niet hoger. Let wel, een markt kan altijd hoger. En een markt kan langer irrationeel blijven dan dat je geld in je portemonnee hebt of op je rekening. Dat betekent dus ook hier niet short gaan totdat wij een duidelijk omkeersignaal zien. Een duidelijke solide rode candle. Dan zou je een eerste, let wel, speculatieve positie in kunnen nemen tegen de trend in. Maar mogelijk met de cyclus mee. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? In de week tellen we namelijk ook 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 weken. Dus het ligt voor de hand dat wij ook daar eerdaags, misschien volgende week, al een soort top gaan zetten om vervolgens te gaan corrigeren. Nou, wat zou dan hier het scenario kunnen zijn? Idealiter en terugval tot dit uitbraakpunt, ergens tot zeg maar 11,8. Dat zou dus een daling zijn van 500 punten. Nou, dan praat je over misschien 2,5-3% voor een weekcyclus. Dat is vrij mild. Dat zou dus een hele bullish variant zijn. Misschien meer waarschijnlijk 11,6, 11,4. Dus deze cluster hier, dat zou mij wat waarschijnlijker lijken. Maar ook hier eerst even afwachten dat de top komt, topvorming. En dan erop voorsorteren, daarop inspelen. Maar gezien de telling van de cycli, leidt het in ieder geval dat we nu al op 3/4, 80% van de gemiddelde lengte zitten. Dat geldt nu op dag en ook op week. En dan leidt het erop dat de opwaartse krachten langzaam toch wat minder worden. Maar we moeten dat nog zien, want de markt laat in ieder geval voorlopig nog zien dat die opwaarts gaat en geeft geen topvormsignalen. Maar de cycli geven heel duidelijk aan dat we zeg maar in de latere fase van de cyclus zitten. En uiteindelijk zie je dat die omslag er dan wel komt. Goed, kijken we dan ook nog even naar de Bund als laatste. Kijk, in de Bund hadden we het idee gehad dat mogelijk hier een weektop zien. We kunnen ook nog eventjes kijken, puur als referentie, wat die maand doet. Kijk, dit is de maand. Kijk, zo. Kijk, daar zien we natuurlijk een enorme rally. Dus jaren van dalende rente. We zien hier een behoorlijke trading range. Hier, daar zijn we uitgebroken. Merk ook even op. Ik zal het even met het pijltje markeren. Kijk, hier dit groene pijltje. Dus we hebben hier zeg maar onze trading range. Hier. Daar. Zo. Onze trading range. We breken uit. We komen terug. Dat had ik aan het begin van de vlog al gezegd. En we zijn nu weer vertrokken, maar je ziet nu dat wij toch in de maanden, dat is wel heel lang, dat wij hier behoorlijk afstand hebben genomen van die trading range. Dat we ook mogelijk in die maandcyclus alweer ver bovenin zitten. Dus ik denk dat wij langzaam ook hier in een zone terechtkomen waar de lucht mogelijk wat dunner gaat worden. Maar goed, dat is voor ons als trading wel erg lang. Dat geeft even een soort referentie van waar staan wij nu. Op weekbasis haal ik die eventjes hier weg. Nou, dat lukt even niet. Oh, wacht, dan moet ik even dit zo doen. Ja, nee, dat gaat even niet lukken. Op weekbasis lijkt het mogelijk dus een top aan te komen, maar dat moet nog bevestigd worden. En wat zoeken we dan eigenlijk? We zoeken dan in de dag eigenlijk het signaal daarvoor. Nou, toen hadden we gezegd, luister, dit hier, dus deze pijl hier, dit is zeer waarschijnlijk een nieuwe dagcyclusbodem. En we zagen dat die eigenlijk meteen werd gebroken. Nou, als dat zo is, dan is het vrij kansrijk dat dit inderdaad de top is. En dat we misschien mogelijk verder gaan corrigeren. Het enige puntje van twijfel is nu dit verhaal. Die cyclusbodem, althans die mogelijke cyclusbodem, is nooit bevestigd. Hoe wordt die bevestigd? Er is een trucje voor. Als die double stochastics hier boven de 40 komt, boven die 40,
dan weet je dat die bodem hier, dat dat inderdaad een cyclusbodem is. Nou, en dat zie je bijvoorbeeld hier, bij deze knik heel duidelijk. Daar zie je dat dat een cyclusbodem is. Dat is hier niet het geval. Dus het zou in principe kunnen dat dit niet de cyclusbodem is, maar dit is nu de cyclusbodem. Want we zien hier nu wel die stijging boven de 48. Dus dan zou dit hier een korte dagcyclus zijn. En dit is zeg maar de mid-cycle low en dat is de echte cyclusbodem. Beetje mits en maren. Maar goed, dit is een beetje, dit bevalt mij niet zo, die dubbele bodem hier. Ik heb dat vaker gezien en dan zie je toch vaak dat dan de tweede bodem de echte bodem is. Maar dan kunnen we even een check uitvoeren en dan kijken we hier naar die tweedaagse. Dus we kijken naar de tweedaagse cyclus. Dan lijkt het erop, kijk, dan lijkt het er dus op dat dit hier de cyclusbodem in de tweedaagse is. Kijk, want dit is de voorgaande cyclusbodem hier, dat is heel duidelijk te zien. Je ziet ook, stijgt hij boven de 40. Dit dachten we, dat is de cyclusbodem op dagbasis. Nou, nu zien we dat die tweedaagse nog verder in de correctiefase zit. En hier beginnen we nou die knik te zien. Dus, en het klopt ook qua telling. Dus dit lijkt er dus op dat dit de tweedaagse cyclusbodem is. En dan moet dit dus ook de bodem zijn in de dagcyclusbodem. Nou, waarom is dat van belang? Ik zet nu even links nu de weekgrafiek neer. Want als wij hier weer een tweedaagse zetten. Kijk, dat is nog steeds boven deze zone, zeg maar, hier. Boven deze zone. Dus hij heeft ook hier keurig, de pullback vindt en ik keurig steun boven deze zone hier, deze vorige swingpunten. Er is dus nog geen echte noemenswaardige verzwakking op merkbaar van de opwaartse trend. En dan kunnen we dus ook nog niet zeggen, duidelijk zeggen dat dit in links in de weekgrafiek zeker de top is. Het is een kleine correctie, maar niet meer dan dat. Wat we dus nu voor topvorming willen zien, eigenlijk, zijn eigenlijk twee scenario's. Of wij willen zien dat we hier ten opzichte van de vorige top, hier zeg maar, een test krijgen, een uitbraak die dan faalt, dus die dan zeg maar boven die 167 even afgerond uitbreekt en dan snel terugkomt, dan zien we dus een fail break. Dat zou kunnen, of wij willen inderdaad zien hier een lagere top, dat we zeg maar ergens rond die 166, rond dat niveau, dat we daar gaan afketsen en dat we daar een lagere top gaan inzetten. Maar als dit de tweedaagse is, dan zou je zeggen, nou, begin is bullish. Dus dan zullen we ook in de dag mogelijk nog heel even wat herstel kunnen zien. En nu hangt het er dus vanaf, gaan we dus hier die top uitbreken of gaan we ergens rond halverwege 165,60, 166 een lage top zetten. Deze twee scenario's, die zoek ik als ik ervan uitgaan dat dit de weekcyclus top zal zijn en dat we hier dan naar beneden gaan. Voor de hele korte termijn, dus zeg maar als hele korte swing trade, waarbij je misschien ook een paar keer per dag kunt kijken, is dit natuurlijk wel gewoon een long. Dit is gewoon een long trade. Waarom? Omdat we nu boven deze zone steun hebben gevonden, omdat we nu in de tweedaagse zeer waarschijnlijk die bodem hebben gezien. En inderdaad nog potentie ligt van zeg maar minimaal een punt ongeveer. Dus stel dat wij maandag zal het niet zijn, dinsdag intraday terugvallen tot zeg maar dit niveau. Een beetje tot 164,80 zo'n beetje rond dat niveau. Daar zou je bijvoorbeeld dan misschien een limit buy kunnen inleggen waarbij je dan een stop onder die low inlegt. Met als koersdoel minimaal ongeveer een punt. Maar goed, dat is een vrij korte trade. Dus voor de korte termijn zou ik zeggen long. Voor de lange termijn moeten we afwachten of we hier inderdaad een fail break zien, een faalende uitbraak of een lagere top.
Maar goed, op het moment dat je long zit, het enige wat je dan hoeft te doen is de stops verplaatsen en kijken wat er dan gebeurt. Maar de bund is in ieder geval op dit moment nog niet afgeschreven. De trend is nog intact. En we kunnen dus op dit moment ook nog niet spreken van een definitieve top. Goed, dat was de vlog voor deze week. Ik wens alle kijkers een heel mooi paasfeest toe. Ik ben er dus weer rond de 7e of 8e mei. En dan gaan we uiteraard weer kijken wat de markt doet en wat de scenario's tegen die tijd weer zullen zijn. Tot ziens.